Oud-premier en ambassadeur van Suriname, Willem Wim Udenhout, is gisteravond overleden. Hij was ten tijde van het militaire bewind 2 jaar premier van 1984 tot 1986 in een overgangsperiode van strenge dictatuur naar versoepeling. Tijdens zijn bewind mochten media die een verschijningsverbod opgelegd hadden gekregen na de moorden van 8 december 1982 onder voorwaarden weer in de lucht. Van 1989 tot 1997 was Udenhout ambassadeur van de Republiek Suriname in de Verenigde Staten van Amerika en permanent vertegenwoordiger bij de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS. Borger Breeveld, persoonlijke vriend van Udenhout, schrok toen hij het nieuws kreeg. Breeveld deelt zijn jarenlange ervaring met Udenhout met onze redactie. Suriname heeft een van haar grote zonen verloren. Klinkt cliché, maar het is in dit geval zo echt waar. Ik zat te eten toen het bericht plotseling binnenkwam en ik schrok mij een hoedje. Ik heb Wim Udenhout gekend als een uiterst respectvol mens. Een man voor wie ik veel respect opbreng, omdat ik veel van hem heb geleerd. Ik heb met hem samen mogen werken in Suriname. Bij de televisie heb ik interviews met hem mogen doen. Ik weet nog dat hij een geweldig gesprek gevoerd heeft met de grote schrijver George Lemming uit Barbados. Internationale schrijver die bekend is geworden met het boek In the Castle of My Skin. Het is een geweldig gesprek geworden. Udenhout was ook voorzitter van het bestuur van de Suriname Conservation Foundation, lid van het steering committee van het zogenaamde Guyana Shield en adviseur van de president van Suriname. Udenhout werd 85 jaar oud.